Goedenavond, dames en heren, en welkom op dit live webinar van Proximus in samenwerking met Google Digitaal Atelier. Mijn naam is Mark Rosseel en inmiddels 40 jaar actief bij Proximus en verantwoordelijk voor een nationaal team van digitaal adviseurs, zeg maar business experts, die er zijn om zelfstandigen en kleine ondernemingen te ondersteunen in de groei of opstart van hun bedrijf. Maar daarover straks nog iets meer. Proximus en Google Digitaal Atelier hebben de krachten gebundeld om jullie ondernemers en startende ondernemers te ondersteunen in deze toch wel moeilijke tijden. Het huidige klimaat heeft ons meer dan ooit doen inzien dat digitalisering echt een must is geworden om constant en op andere manieren met uw klanten in contact te blijven. In eerdere webinars, die u trouwens altijd kunt herbekijken op de Proximus website, hadden we het reeds over het belang van het hebben van een website en een webshop of een webshop. Vanavond gaan we het hebben over online communiceren met uw klanten, over de eerste stappen in online marketing. En Carlien, die is coach bij Google Digitaal Atelier, die zal ons uitleggen waarom het als ondernemer zo belangrijk is om een goed online marketingplan te hebben. Om zo constant in contact te blijven met uw klanten of prospecten. Nog enkele praktische afspraken. Jullie kunnen doorheen de webinar vragen stellen. Daarvoor is een knop voorzien, de vragenknop. Rechts onderaan in beeld ziet u die. En wij gaan die met veel plezier beantwoorden. Ook jullie feedback is belangrijk. En op het scherm ziet u ook de knop survey staan. We vragen dan ook om op het einde van de webinar enkele korte vragen te beantwoorden. Alvast bedankt hiervoor. En tot slot, deze webinar wordt opgenomen en morgen ontvangen jullie dan de link, zodat indien gewenst jullie deze webinar nogmaals kunnen herbekijken. We zijn er helemaal klaar voor en dan geef ik nu graag het woord aan onze coach Carlien. Dankjewel Mark en dankjewel ook Proximus voor de uitnodiging om zoals gezegd de krachten te bundelen en jullie samen het komende uur meer te vertellen over de eerste stappen in online marketing. Hoe pak je voor jouw onderneming zo'n marketingstrategie aan? Mijn naam is Carlien, ik ben een van de coaches en trainers bij Google Digitaal Atelier. Ik wil jullie voornamelijk bedanken om een uurtje van jullie kostbare tijd vanavond vrij te maken om bij ons te zijn voor dit onderwerp. Alle vragen zijn super welkom, Mark en ik gaan daar op heel geregelde tijdstippen in dit webinar op terugkomen. Hoe gaan we dat aanpakken? We gaan een aantal stappen overlopen. We gaan eerst het concept Customer Journey introduceren. Moesten jullie het al kennen, streepje voor, maar anders niet getreurd. Het wordt allemaal duidelijk. Een tweede marketingconcept is dat van de micromomenten. Ook daar gaan we bij stilstaan. Doelgroepen, hoe dat je doelgroep verdeelt in klantensegmenten en hoe dat je je klantensegmenten vertaalt in een persona. Ook dat komt aan bod. De customer journey fase per fase, daar wat dieper op ingaan, iets meer details, dat is een vierde stap. Het begint voor ons bij een goede website en ook daar gaan we dan graag even verder op in. En het mooie voordeel van online marketing is dat je alles kan meten. Meten is weten, dus even stilstaan bij de resultaten en hoe dat je op die inspanningen verder kan bouwen om het verder te optimaliseren. Dat is meteen ons laatste topic voor vanavond. En dan had ik het al gezegd, beginnen we graag met de customer journey. En een eerste belangrijk inzicht als we dat willen gaan introduceren, is het feit dat wij als mensen, als consumenten, niet online gaan. Dat is geen bewuste actie, dat is niet zoiets van, ah, nu ga ik mij eens achter mijn computer zetten en een beetje online gaan surfen. Nee, we leven online. We zijn gewoon continu online. En je ziet het hier op de beeldjes, op de slide. Het gaat van koken met een filmpje dat u uitlegt hoe je bechamelsaus maakt, tot fitnessen en yoga oefeningen, foto's onderweg de weg opzoeken, taxis bestellen, alles gebeurt zowat online. En dat ene magische apparaatje dat we zo vaak in onze zak en in onze hand hebben, dat is daar de kern toe, hè? Het hele mobiele dataverkeer.
En we doen dat gemiddeld in België 150 keer per dag. Pakken we dat uit onze zak en kijken we daarnaar. En dat is nog één overheen alle doelgroepen, dus alle leeftijden en voor heel België. Dus je kan naar andere landen gaan kijken waar dat tot 300, 400 keer per dag is. De jongere doelgroepen zitten we ook, ook in België over de 200 keer per dag. Maar toch dus gemiddeld genomen 150 keer per dag. Het begint vaak al voordat we ons bed uit zijn, waar dat we agenda, verkeersinformatie, het nieuws, berichtjes enzovoort lezen. Commuting, naar het werk rijden en ondertussen op de trein een filmpje kijken. Dingen opzoeken, kopen. Het begeleidt ons gewoon de ganse dag door. En we weten dat allemaal wel. Hè? Als consumenten is dat niet zo heel verbazend wat ik u vertel. Wat we merken in België is dat, hoewel dat we die snelheid wel mee hebben als consument, dat we die als ondernemer of als zaakvoerder vaak nog niet op dezelfde manier die reflectie hebben gemaakt. En dus het komende uurtje zouden we daar toch verder op willen inzetten in die klant, die dat wij allemaal ook zelf zijn, maar dan specifiek jouw klanten voor jouw onderneming zodanig kunnen begrijpen dat je er op de juiste momenten op kan inspelen. En ik kan het concept van micromomenten niet beter introduceren dan zo meteen. Want daar draait het allemaal om. Als we die strategie gaan bepalen, kijken naar wie zijn mijn klanten, hoe gedragen die zich online in het algemeen, maar wie zijn dan uit die grote hoop online gebruikers, wie zijn dan specifiek de mensen waar dat ik mij met mijn zaak wil richten? En waar kan ik hen dan gaan bereiken? Op welke kanalen bewegen die consumenten zich? Welke boodschappen kunnen hen aantrekken? Dat zijn zowat de kernvragen die dat onze online strategie gaat bepalen. We laten ons dus heel hard drijven door die consument. Micromomenten, als het goed is, zien jullie zo meteen een filmpje die dat concept naadloos introduceert. Ik weet niet, voor de aandachtige kijkers, of dat jullie het allerlaatste zinnetje van die video hebben gezien. Er staat, are you there? Right now, consumers are making the most out of every moment. Mensen halen het allermeest uit elk moment. Je wordt getriggerd door iets. Je koffer zit te vol als je op vakantie wil vertrekken. Oké, misschien moeten we maar eens een SUV kopen. Toch eens kijken wat dat er allemaal beschikbaar is. Oh nee, mijn dochter heeft haar eigen haar geknipt. Rap kijken welke kappers in de buurt dat er hier open zijn. Hè? Op dat moment dat die mama zoekt, kinderkapsalon in mijn buurt, wat dan ook, dan is de vraag, are you there? Ben jij daar met jouw onderneming? Want op het moment dat je niet zichtbaar bent of niet vindbaar bent, op dat eigenste moment dat die consument jou nodig heeft, is jouw micromoment, is je micromoment eigenlijk
al voorbij en heb je mogelijk een kans laten liggen om een consument tot bij jou te krijgen. Dus daar gaan we het verder over hebben. En we gaan daarvoor eigenlijk trachten te begrijpen dat een klant zich in verschillende fases bevindt. Hè. Er zijn mensen op elk moment die dat u bedrijf, diensten, producten willen zien. Hè. Stel, het is hier koud en ik kijk toch uit naar mijn eerste reisje misschien na lockdown enzovoort. Wat voor bestemmingen zijn er zoal? Hè? Misschien wat voor hotels zijn er in de wereld waar dat ik naartoe zou kunnen gaan? Ik wil dat vooral eens gezien hebben. Op het moment dat ik dat effectief ga overwegen, dat ik effectief zeg, oké, nu is mijn moment gekomen, ik ga naar de zon. Dan begin ik daarover te denken. Ga ik de voor- en de nadelen gaan afwegen? Hoe ver moet ik rijden? Wat is de gemiddelde temperatuur? Waar ga ik slapen? Hoe ga ik mij verplaatsen? Enzovoort. Dan ben ik in die denkenfase. Er is ook een moment dat ik zeg, oké, nu gaan we dat effectief doen. Nu gaan we die pakketvakantie boeken. Dan ben ik in die... Oké, ik weet wat ik wil. Ik heb dat beslist. Ik ga naar die plek. Ik ga niet in een hotel slapen. Ik ga in een Airbnb slapen. Ik ga mij verplaatsen met een elektrische auto. Ik wil die huren, enzovoort, enzovoort. Dat is op het moment dat ik beslist heb, oké, ik weet wat ik wil. Ik moet dat nu kunnen vastleggen. En dan zijn er nog die momenten waarop dat ik misschien terugdenk aan een eerdere aankoop. En waar ik zeg, die kapper waar ik toen zonder afspraak ben geweest... Daar wil ik eigenlijk nog wel eens terug een afspraak maken. Dan ben ik zo tevreden van de vorige keer dat ik misschien wel opnieuw daar diensten of producten wil gaan kopen. En dat is belangrijk om weten, hè. Zo'n potentiële klanten, die zijn er op elk moment. Maar die bevinden zich wel op elk moment allemaal in andere fases. Hè. Dus dat is belangrijk dat je ook voor die fases een antwoord klaar hebt. En ik geef het al een beetje weg. Dat wordt zo meteen de basis van je online marketingstrategie. Maar ik zou jullie eerst eens willen uitnodigen om voor jezelf, als je daar morgen of vanavond nog een momentje voor hebt, probeer dan eens zelf te kijken, wat zijn zo'n micromomenten voor mijn klanten? Hè? Wat zijn zo die momenten waarop dan een klant kan zeggen, oké, nu heb ik hier iets nodig. En ga ook eens gaan kijken, ben ik daar als bedrijf eigenlijk al zichtbaar op die momenten? Gaan ze mij vinden? Gaan ze mij tegenkomen als ze zoiets aan het overwegen zijn? En wat kan ik nog doen om die zichtbaarheid te vergroten? Ik geef nog een kort voorbeeldje. Stel je voor dat jij actief bent in de immobiliën. Dan zou je misschien een aantal micromomenten in mensen hun leven kunnen bepalen. Bijvoorbeeld het moment dat jongeren een eerste job hebben... En misschien onder moeders vleugels weg willen, dat zou een mogelijk micromoment voor jou kunnen zijn. Maar evengoed, misschien het moment dat mensen hun eerste woning verkopen omwille van een scheiding of zo, ook dat zou een micromoment kunnen zijn waarop dat je aanwezig kan zijn met het juiste advies over de verkoop van jouw woning. Enzovoort. Dus ik kan ook nog eens gaan denken aan verschillende doelgroepen, verschillende momenten die dat hen, die dat hen eigenlijk kunnen triggeren om iets in immobiliën te gaan zoeken. Dat gezegd zijnde en dat wetende, vraag ik mij af, met alles wat we nu gezien hebben, zouden jullie zelf al kunnen het concept Customer Journey in eigen woorden uitleggen? Is dat al een beetje duidelijk? Hebben jullie al een idee? Wat dat begrip nu eigenlijk wil zeggen. Ik geef alvast de definitie mee die dat wij erop gekleefd hebben. Het gaat om het traject dat de klant aflegt van bij het eerste contact met jouw merk, dienst, product, tot aan de uiteindelijke aankoop en eigenlijk ook nog daarna. Dus niet alleen tot aan die aankoop, maar ook alle ervaringen met je product achteraf, met de dienstnaverkoop, met een herhaalde verkoop, hoe dat je op de hoogte gehouden wordt door dat bedrijf, ook dat speelt allemaal nog mee in de customer journey. En die customer journey, dat klantentraject of die klantenreis, die is best wel sterk veranderd de afgelopen jaren. Als we kijken, traditioneel gezien, gingen we eigenlijk uit van een lineair proces in marketing. We gingen ervan uit dat als wij als marketeers of als bedrijfseigenaars een boodschap naar de mensen stuurden, bijvoorbeeld een flyer of een billboard langs de weg gingen, en dat mensen dat dan gingen zien, daarop gingen actie ondernemen. Oh, leuk, een flyer, ik ga een pizza bestellen.
En dat was dan het eerste moment van de waarheid. Hè. Neemt er iemand op aan de pizzatelefoon en kan ik die hier vanavond nog geleverd krijgen? Het volgende moment van de waarheid was dan het eigenlijke proeven van de pizza. Ah, dat is eigenlijk wel lekker. Eventueel nog tegen mijn buren vertellen. Zeg, die flyer van in uw bus, dat is super lekkere pizza. Moet je zeker eens geprobeerd hebben. We gingen ervan uit dat dat eigenlijk tamelijk lineair en controleerbaar was. En dat was ook in grote mate zo. Nu, vandaag is dat wel een beetje veranderd. Hè? Er komt een belangrijke stap bij en dat is die denkenfase. Die consument die eigenlijk geïnformeerd is nog voordat hij met jou in contact treedt. Hetzelfde voorbeeld als daarjuist. We hebben een flyer gezien, maar in plaats van het feit dat we direct die pizza gaan bestellen, die telefoon gaan nemen en pizza bestellen, gaan we misschien eerst eens die naam van de pizzeria al eens opgezocht hebben. Gaan we al eens gekeken hebben op dat menu, gaan we al eens gekeken hebben, hebben die misschien een Facebook of een Instagram page, hebben die reviews gekregen. Al die elementen spelen eigenlijk mee. We zijn eigenlijk zelf online onderzoek gaan doen om dan te beslissen, ga ik daar effectief vanavond mijn pizza bestellen? Ja, dan nee. Dus er komt eigenlijk ja, dat vooronderzoek bij. En dat heeft toch wel heel, heel veel veranderd voor bedrijven. Hè. Allee, stel, de rol van een verkoper bijvoorbeeld is heel sterk geïmpacteerd. Is heel hard veranderd ten opzichte van vroeger. Als ik vroeger een elektrozaak binnenkwam en ik wou graag een wasmachine kopen, dan had ik hooguit in mijn hoofd dat ons mama vertelt dat een wasmachine van Miele, dat zijn supergoeie, daar moet je zeker voor gaan, dokter, want die gaan 50 jaar mee. Maar dat was het enige vooronderzoek dat ik op dat moment had. Hè. Het was eigenlijk het moment dat ik in die elektrozaak binnenstapte, dat die verkoper met mij rond ging gaan, langsheen al die wasmachines, voor- en nadelen ging afwegen met mij, informatie ging geven over het verbruik daarvan en de capaciteit van de wastrommel enzovoort. En eigenlijk was dat mijn contactpunt met die winkel, was het moment dat ik geïnformeerd werd. Misschien ging ik nog eens naar huis erover praten, of ik kocht direct in die winkel mijn wasmachine, maar tot zover ging het. Als ik vandaag een elektrozaak binnenstap, en dan ga ik ervan uit dat ik effectief nog een elektrozaak binnenstap, want ik kan evengoed online op bijvoorbeeld een Coolblue een wasmachine bestellen en die wordt dan geleverd en geplaatst en dan moet ik mij helemaal nergens meer zorgen over maken. Maar stel dat ik een elektrozaak fysiek wil binnenstappen. Dan nog gaat die verkoper niet meer dezelfde rol hebben dan dat die 10, 20 jaar geleden had. Ik weet waarschijnlijk meer op dat moment over dat wasmachine waar ik in geïnteresseerd ben, dan hij of zij weet. He, zij moeten over 20, 50, 100 productinfo hebben. En ik heb mijn online onderzoek gedaan. Dus ik weet al waar zoek ik naar. En over dat specifieke type waarvoor dat ik nu in uw winkel sta, heb ik al superveel opgezocht. Ik weet ook trouwens welke prijs dat u heeft, want daarom sta ik in uw elektrowinkel en niet in een andere. Want ook de prijzen ben ik online gaan vergelijken. Dus dat heeft eigenlijk, ja, een hele manier van bedrijfsvoering toch serieus omvergegooid, hè, veranderd. Maar het feit dat jullie hier in dit webinar zitten, betekent uiteraard dat jullie daar ook al lang mee bezig zijn en bewust van zijn dat die veranderingen er zijn. En dat die ook heel wat mooie mogelijkheden bieden. Want het is natuurlijk een positief, een mooi verhaal. Beter geïnformeerde consumenten. Niet alleen lokaal rondom uw fysieke winkel, maar ook nog eens heel wat nieuwe segmenten, heel wat nieuwe doelgroepen die je kan gaan bereiken. En hoe ziet die er dan uit, die huidige customer journey, dat klantentraject waar dat die vandaag doorgaan? Dat begint in een passieve fase, een onbewuste fase. Ik weet nog niet dat een bepaald product of dienst bestaat of een bepaald merker is of dat er een bepaalde mogelijkheid is om iets te doen. Op dat moment ben ik onbewust en is de bewustwording de eerste stap in mijn traject. Het moment dat ik dan effectief zeg, oké, ik wil hier iets gaan doen, ik wil mijn opties overwegen, dan verplaats ik mij naar de denkenfase. Op het moment dat ik klaar ben voor actie en aankoop, bevind ik mij in de doenfase.
En ook daarna, ik had het daarnet in de definitie al gezegd, stopt het niet. Dan kom je in de houden van fase waarin je opnieuw kan gaan kopen of waarin je kan gaan je mening verspreiden. En dat kan mond aan mond zijn, maar dat kan evengoed met online reviews zijn, met een sterretjes rating. Misschien heb je wel een vlog op YouTube waarin dat je vertelt wat een fantastische nieuwe telefoon dat je net gekocht hebt. En al dat soort zaken speelt mee in die vierde fase van de customer journey. En ik wil jullie meteen ook al even een polvraag tonen. En als dat goed zit, verschijnt die zo meteen op jullie scherm. En die vraag is, heb je vandaag eigenlijk al inzichten in wat jouw klanten doen online? En meer bepaald op je website. Hè? Wat kunnen ze daar doen? Info vergaren, contact met jou opnemen. Gaat het over reservaties en afspraken maken? Of gaat het over online aankopen? Wat kunnen klanten vandaag bij jou doen op de site? En vooral, heb je daar al zicht op waarvoor dat ze die site effectief gebruiken? Heb je die inzichten al? En terwijl ik jullie even de tijd geef om daarop te antwoorden, kijk ik graag ook met Mark of dat er intussen al vragen in de chat zijn gekomen. Ja, Carlien, inderdaad. Olivia die vroeg zich af, is je zaak of website online promoten een meerwaarde? Zoals Instagram, Google, investeren in online promotie. Is dat zinvol? Ja, absoluut. Goeie vraag, Olivia. Ja, heel veel mensen beginnen natuurlijk met een website en dat is een fantastisch mooi startpunt, maar daar eindigt het niet. Hè. Het gaat over zorgen dat je mensen op die website krijgt. En als je hier naar de customer journey kijkt, dan zie je al in die eerste fase, in die zienfase, is iemand niet bewust. Hè? Die gaat jou gezien hebben als jij daar bent waar dat zij zijn. Op die kanalen die klanten gebruiken. Een Facebook, een Instagram, misschien LinkedIn, misschien zijn dat banners op sites dat hij of zij leest. Misschien zijn dat samenwerkingen met bloggers, vloggers, influencers. Dat kan eigenlijk van alles zijn. Daarom moet je vooral goed inzicht hebben in wie dat die klanten zijn en wat dat die doen. Maar voordat die zich bewust zijn van een nood, kunnen die niet tot bij u gekomen zijn. Hè? Dus daarom dat die promotie zo belangrijk is. Misschien nog een tweede? Ja, graag. Sean die vraagt zich af of flyers of brochures nog opportun zijn in deze tijden. Ja, wel, online en offline kunnen heel erg mooi hand in hand gaan. Het is zeker niet opportun. Er is vooral geen antwoord dat voor iedereen past. Hè? Als je flyers gaat insteken in brievenbussen, dan weet je niet echt, zijn al die mensen zitten die in mijn doelgroep? Zijn die potentieel geïnteresseerd? Hè? Over een pizza bijvoorbeeld in je buurt. Kan je er best wel van uitgaan dat dat nog altijd een efficiënte communicatiemethode is? Dat ga ik zeker niet tegenspreken. Het grote voordeel van online ten opzichte van bijvoorbeeld een flyer is dat jij kiest bij wie dat jouw boodschappen terechtkomen. Blijf zeker jullie vragen stellen intussen via de chat en dan komen we straks zo meteen op een volgende serie vragen terug. Maar eerst gaan we eens even gaan kijken naar die klanten. Hè? Naar die klanteninzichten. Wat doen jouw klanten online? Wie is jouw doelgroep? Kan je die onderverdelen in segmenten? En wat is een persona? En Mark, ik weet niet of jij al zicht hebt op de pollresultaten. Wat voor inzichten hebben onze kijkers vandaag al? Even kijken. 6% zegt informatie, contactopname. En al de rest voor online aankopen. Oké, heel erg veel e-commerce dus. Dat is heel interessant om te weten. Dan gaan we daar ook zo meteen in de voorbeeldjes iets verder op ingaan. Bedankt, Mark. Webanalyse, dat zal jullie dan zeker niet vreemd zijn als je zegt van hè, e-commerce is mijn grote business, kan je eigenlijk een hele hoop inzichten uit gaan halen. Hè? Het zijn die inzichten die jou gaan doen weten wat dat mensen op jouw site doen, maar ook wie dat die mensen zijn. Hè? Wie zijn die bezoekers? Van waar komen die? Vanuit welke kanalen? Als jullie daarnet vroegen, heeft het zin om promotie te doen op Instagram of op Facebook? Dan kan ik alleen maar zeggen, ga eens kijken of dat de plek is waar dat jouw bezoekers zich bevinden. Waar dat zij vandaan komen en vanuit waar dat ze bij jou op de site terechtkomen. Dat zou kunnen dat je vandaag nog totaal geen bezoekers hebt vanuit e-mail marketing bijvoorbeeld, omdat je helemaal nog niet bezig bent met e-mail. Dan kan je er eens mee gaan experimenteren en testen. Maar eigenlijk blijft de voornaamste boodschap, haal die klantenuitzichten
uit webanalyse. Want voor elk bedrijf, zoveel bedrijven, zoveel oplossingen, zijn er mogelijk andere inzichten en is er uiteraard een andere doelgroep die andere dingen doet op je site. Je kan ook gaan meten in die webanalyse welke bezoekers dat voor jou het meeste waarde hebben. En dat klinkt nu een beetje raar, want uiteraard heeft elke mens evenveel waarde. Maar voor uw bedrijf, in bedrijfstermen, zijn er die dat waardevoller zijn. Hè? Je hebt bijvoorbeeld iemand die interesse toont in iets op jouw site, die bijvoorbeeld een whitepaper downloadt of die zich inschrijft op een nieuwsbrief. Daaruit weet je, oké, die is best geïnteresseerd. Hè? Dat is een warme lead, zoals we zeggen in salestermen. En daar ga ik even verder op inzetten. Maar ook bijvoorbeeld twee types consumenten. De dame uit het filmpje daarnet die een paar oranje pumps, een paar oranje hakschoenen wilt kopen. Die gaat naar Zalando en die koopt dat paar oranje hakschoenen. Dat waren super dure schoenen, hè? Pakte 250, 300 euro. Heeft zij nu het meeste waarde of heb ik het meeste waarde die vandaag misschien een t-shirt koopt op Zalando, binnen 2 weken mijn winterjas, binnen 3 weken een truitje enzovoort. Aankopen die dat op zich misschien minder waard zijn, maar als je mij bekijkt als consument voor Zalando op lange termijn, zou het wel eens kunnen dat ik meer waard ben voor dat bedrijf dan de dame met de eenmalige oranje hakschoenen. Dus ook zo'n soort inzichten, dat heet dan de lifetime value, kan je uit je webanalyse halen. En ook nog zoiets, hoeveel tijd hebben mensen eigenlijk nodig voor ze tot actie overgaan? Tussen hun eerste websitebezoek en hun eigenlijke aankoop. Je weet dat allemaal, hè? We gaan eerst eens rondzoeken. Dan ga je misschien iets in je winkelmandje bewaren. Nog een beetje later gaan mensen iets kopen. Die gemiddelde tijd, hoe lang zit daartussen? Ik vermoed dat dat anders gaat zijn als jij een witte t-shirt koopt dan als je een Tesla online wilt kopen. Daar gaat waarschijnlijk een verschillende tijd zitten tussen het moment dat je besloot van hier wil ik eens naar kijken en het moment dat je je t-shirt of je Tesla koopt. Dus dat soort zaken kan je ook uit je webanalyse gaan halen en kan je op die manier gebruiken voor je marketing. Hoe lang moet je eigenlijk een klant vasthouden om die mee door die trajecten te brengen? Google Analytics is een tool die jullie misschien niet onbekend is. Is zo'n tool waarmee je gratis heel wat klanteninzichten over jouw site kan krijgen of over jouw app trouwens of over elk andere toestel dat met het internet verbonden is. Maar ziet er tamelijk gelijkend uit aan sommige andere analytics toepassingen. Dus je vindt er altijd wel die info over doelgroep terug. Wie is die doelgroep op dit dashboard dat je hier ziet of in dit rapport? Krijg je inzichten over hun leeftijd en hun gender bijvoorbeeld? Maar ook over waar ze vandaan komen, van op welke kanalen komen die uit zoekverkeer, komen die uit social media, komen die uit affiliates, uit zo andere blogs en sites die dat een link leggen naar de jouwe tegen een commissiebetaling? Komen die uit banners, display, of komen die uit betaalde zoekopdrachten, hè, de advertenties in de search engines die jullie waarschijnlijk wel bekend zijn? Dus dat soort inzichten kan je daaruit krijgen en zo kan je daar meteen ook mee aan de slag experimenteren, kijken, een campagne op dat of dat kanaal, werkt dat voor mij, werkt dat niet, en dat zo nog beter doen. En je kan ook die doelgroep beter leren kennen door die inzichten. Je kan gaan zien, zie ik daar verschillende groepen in? Hebben die een verschillende nood? Als ik terugkijk naar mijn IMO-kantoor, de pas afgestudeerden die op de huurmarkt studio's of appartementen zoeken versus gezinnen die dat uitbreiden en die dan zeggen we hebben toch een huis met een tuin nodig. Dat is een verschillend segment. Hè. Die hebben twee verschillende noden. De ene wil iets huren in een stadscentrum, heeft een andere voorkeur, heeft een ander budget te besteden, enzovoort. Die persoon die iets wil kopen met een tuin, die heeft daar ook weer andere noden en andere gedragingen voor. Dus kijk, zeker eens voor jouw klanten, kan ik zo verschillende segmenten gaan vinden? En misschien moet ik die dan ook anders benaderen. Misschien bevinden die zich wel op andere online kanalen, zijn die gebaat bij andere boodschappen, bij andere call to actions, bij andere oproepen om actie te nemen, hè? Huur, kom bekijken, volg online enzovoort. Wat kan dat zoal zijn? Welke van jouw klantengroep, binnen jouw klantengroep, welke mensen zou jij als apart segment kunnen benaderen?
een vraag die je zeker niet mag skippen in jouw online marketingstrategie. En wat echt fantastisch daarbij helpt, eens dat je dat gedaan hebt, maak daar eens een soort van fictief voorbeeldpersoon van. Een persona heet dat dan. En maak een echt karakter dat eigenlijk symbool staat voor die voor dat klantensegment. Geef die een naam, geef die een job, een levensstijl, een inkomen, een typisch online gebruik, een bepaalde levensstijl, zodat dat heel erg tastbaar wordt voor jou. Hier is zo'n voorbeeldje. We hebben Thomas, fotootje erbij. Thomas is een IT-consultant, houdt van gamen, houdt van feesten, is 26 en is vrijgezel. Begeeft zich tot 10 uur per dag online, zowel voor zijn werk als privé, en heeft €2.700 inkomen. Door Thomas te bepalen en Thomas te onderscheiden van Mark of van Carlien, kan je eigenlijk op elk moment je afvragen, oké, ik ben boodschappen aan het maken, ik ben postjes aan het maken voor mijn social media, ik ben een blog aan het schrijven, ik ben aan het bekijken met welke influencers of met welke affiliate sites dat ik wil samenwerken. Is die boodschap gericht op Thomas? Is dat iets dat Thomas interesseert? Spreekt hem dat aan? Maakt het dan mogelijk om daar juiste marketing op te doen? En ik zou zelfs echt aanraden, als je een bureau hebt waarbij je zegt, oké, hier werk ik aan mijn online marketing, print uw fotootjes van uw verschillende persona, van uw segmentjes uit en hang ze gewoon in het groot boven die bureau. En elke keer dat je op send duwt en een boodschap de wereld in wilt steken, kijk even naar die foto en bedenk, is dit wel een boodschap die Thomas interesseert? Wilt hij dat wel horen? Past dat? Ben ik dan hier op de juiste mensen aan het richten? Dat gaat u continu eigenlijk uitnodigen om klantgericht te gaan denken. En de oefening volgend op de vorige die ik jullie zou willen uitnodigen om te maken, is dan ook, ga eens aan die segmenten die jullie daarnet bepaald hebben gaan koppelen. Of je daar dus ook zo'n persona voor kan maken. Maak eens een persona per segment. En een andere bron van inzichten, van klanteninzichten, is bijvoorbeeld Google Trends. En dat is een gratis tool die je kan raadplegen door gewoon in je browser naar trends.google.com te gaan surfen. En daarin kan je heel wat, inzichten gaan halen. Stel je bijvoorbeeld voor dat jij je wilt lanceren met gebakjes. Je zegt, oh, ik ga bakken, ik ga cupcakes bakken enzovoort. Ik ben daar goed in, ik ga daar een webshop in openen. Dan kan je in Google Trends gaan kijken binnen patisserie en bakkerij, wat zijn zo de laatste trends? Wat komt erop? En je gaat dan bijvoorbeeld vinden, aan de afgelopen lockdown zijn we heel erg veel met z'n allen gaan bakken en wouden we vooral zuurdesembrood bakken. En we zijn ook geïnteresseerd in glutenvrije baksels enzovoort. Dus dat soort inzichten kan je daaruit halen. Google Trends haalt die op basis van searchgedrag. Dus op basis van wat mensen naar zoeken, wat dat hen interesseert, wat dat ze opzoeken, gaan zij eigenlijk die trends gaan geven. En je kan ook bijvoorbeeld gaan kijken, zitten er een bepaalde seizoensgevoeligheid aan mijn product? Stel je voor dat je belastingaangiftes doet voor mensen. Je bent accountant, boekhouder. En je doet belastingaangiftes. En je zou belastingaangifte in Google Trends gaan steken. Dan zie je dat elk jaar zo wat in pieken en dalen gaat. En ik durf te wedden dat net voor de deadline van de belastingaangifte is. Dan gaan mensen dat in piek gaan zoeken. Je ziet dan daaronder een paar regio-inzichten. Ja, als je een Nederlandstalige zoekterm geeft in België, wordt dat nogal gauw vooral in Vlaanderen gezocht. En dan daaronder zie je die gerelateerde onderwerpen en gerelateerde zoekopdrachten. Het kan je maar inspiratie geven. Het kan je maar inzichten geven over wie dat die klanten zijn. Nog eens alles samen. Hè, klanten in de zien doelgroep of in de zienfase, dat zijn potentiële klanten, die moet jij bereiken waar dat zij zitten. Hè? Bijvoorbeeld op basis van hun doelgroep. Want daar weet jij nog niks van. Je bent nog niet in contact geweest met hen, ze zijn nog niet op jouw site gekomen, want die kennen u nog niet, die weten nog niet dat je bestaat. Dus daar ga je echt moeten gaan kijken, oké,
Die leeftijdsgroep, die demografie of die interesses. Je kan daar bepaalde kanalen heel erg ver in gaan. Bijvoorbeeld op YouTube kan je echt gaan adverteren op mensen die geïnteresseerd zijn in een bepaald onderwerp of waar Google van weet. Die zijn nogal... daar is het grote kans in dat die op korte termijn bijvoorbeeld een nieuwe wagen gaan kopen. Dan zijn dat in-market audiences. Dus daarmee kan je heel erg veel gaan doen. En bijvoorbeeld jouw boodschap in video's gaan steken of op banners gaan plaatsen of in de stories van Instagram gaan plaatsen, daar waar dat die doelgroep zich bevindt. Mensen die een behoefte hebben, die zoeken dingen, die gaan dingen opzoeken. Dus daaruit kan je, die hebben meestal nog geen directe commerciële intenties of die gaan eerst toch nog wat voorwerk en wat onderzoek doen. Die bevinden zich in de denkenfase. Mensen die klaar zijn om je producten te kopen, die moeten op je site gewoon het vooral zo makkelijk en zo veilig mogelijk kunnen doen. En die hebben een sterke commerciële intentie. En mensen die al eens bij jou gekocht hebben, die zijn ook gewoon super waardevol. Marketinggewijs kost u dan 5 tot 25 keer minder om die opnieuw te gaan activeren en bereiken dan een totaal nieuwe klant waar dat je volledig van bij het zienproces moet starten. Dus zeker niet te onderschatten en te ontkennen het belang van uw bestaande klanten. Uw doel, afhankelijk van die fase, zorg dat de klant u ziet en kent en vindt. Zorg dat uw product of dienst zodanig beschreven is dat hij dat echt gaat overwegen. Is dat duidelijk? Zie ik hier mooie foto's? Ben ik hierdoor geïnspireerd, getriggerd? Is dat interessant voor mij? Op het moment van het doen-fase is uw doel om hen te overtuigen om dat ook effectief op dat moment te doen. Dus te zorgen dat ze dat effectief aanschaffen. En het makkelijk maken om een mening te geven en bepaalde methodes voor klantenbinding implementeren, dat wordt dan weer jouw doel voor mensen in de houden van fase. Kanalen verschillen afhankelijk van die fase. Hè. In die eerste zienfase, ze kennen u nog niet, dus ze zijn nog niet op uw site. Video's, social media, banners, ik had het al even gezegd, dat zijn daar uw go-to kanalen. In de denkenfase zoeken mensen, dus uw zoekmachines, maar ze zoeken ook op blogs. Ze zoeken ook in Facebook, ze zoeken ook in LinkedIn, ze zoeken op social media, op jouw eigen website natuurlijk en eventueel van die vergelijkingswebsites, van die beoordelingssites. De doen gebeurt dan meestal op je eigen site, maar kan ook bijvoorbeeld in een zoekmachine. Als je bijvoorbeeld de shoppingresultaten, je moet maar eens bijvoorbeeld Nike sneakers kopen, intypen op Google, en dan zal je al zien dat die resultaten er heel anders uitzien, dat je shoppingresultaten gaat krijgen waar dat je direct naar die productpagina gaat om die te kunnen aankopen. En de houden van fase, ja, daar kan je één op één gaan werken. Hè. Je kent die mensen, je hebt er contact mee, dus je kan e-mails gaan sturen. Je kan ook hen in jouw community uitnodigen op social media om op die manier op de hoogte te blijven. En zij vinden ook hun weg gemakkelijker terug naar de eigen website, bijvoorbeeld met remarketing. En dan is dat ook meteen mijn volgende vraag naar jullie. Hè. Wie van jullie heeft al een eigen website? Een tweede polvraag die je zo meteen op je scherm ziet verschijnen. Wie heeft er al een eigen website? Zoals je hier ziet, gaat de inhoud die dat je plaatst, hè, de boodschappen die dat je stuurt, ook gaan veranderen naarmate dat die klant door die funnel gaat. Dus dat die in andere fases terechtkomt. En dat gaat evolueren van meer inspirerende content naar informatievere, nuttigere argumenten op het moment dat mensen denken, overtuigend zijn op het moment dat ze iets aankopen en dan weer vertrouwd, herkenbaar, goed, duidelijke merkbekendheid en memorabel zijn in de houden van fase. En alvorens we verder gaan met de eerste stappen in online marketing, de concrete stappen, kijk ik graag even naar Mark om te kijken of jullie al vragen hadden intussen. Ja, die hebben we inderdaad, Karin. Maar misschien even een praktische mededeling. De mensen melden mij dat er een echo is wanneer ik spreek. En dat komt waarschijnlijk omdat uw micro moet muten. Dank u. Dus de vraag van Nele. Wat met GDPR? Als we al die gegevens verzamelen. Interessante vraag, vind ik. Moet er niet een speciale overeenkomst worden gesloten met Google om dit te regelen? Oké, het is inderdaad zo, Nele. Dat is een hele terechte vraag.
dat zodra dat je webanalyse doet, dus dat je Google Analytics installeert of koppelt aan je site, dat je je gebruiker daarvan moet op de hoogte stellen. Dus Google Analytics gebruikt daar cookies voor. En je moet op het moment dat je cookies gebruikt, je gebruiker daarover informeren en de mogelijkheid geven om dat al dan niet toe te staan. Dus dat is, dat klopt inderdaad. Je kan geen gegevens verzamelen zonder daar voorafgaande toestemming voor te vragen. Nu, de gegevens in Google Analytics die zijn geanonimiseerd. Je gaat sowieso heel wat informatie daarover online vinden om dat zo goed mogelijk te doen. In heel wat website tools zit het ook ingebouwd om zo'n clausules en de nodige wettige verplichtingen te doen. Oké. Dan heb ik er nog één. Je was daarnet bezig over bakkers. Wel, we hebben een bakker aan de lijn, zal ik maar zeggen. Pia die vraagt, ik ben patissier. Heel moeilijk om te weten wie mijn doelpubliek is. Er zijn zowat alle leeftijden. Hoe kan ik dit beter te weten komen om zo beter te communiceren? Ook een super interessante vraag. En alvast mijn excuses, moest ik niet zoveel weten over de laatste trends in bakkerij. Het moest maar bij wijze van voorbeeld dienen. Die twee dingen dat je kan doen. Hè. Ten eerste, ja, je hebt natuurlijk mogelijk, als je patissier bent, al inzicht uit jouw offline klanten. Hè. Wie zijn uw offline klanten? Zijn dat de mensen die dat zo op vaste dagelijkse basis hun broodje komen kopen? Of zijn die misschien wel anders dan zo de klant die eenmalig een op maat gemaakte verjaardagstaart komt bestellen? Of de klant die dat je alleen op zondag ziet, maar die dan wel en zijn charcuterie, en zijn pistoletjes, en zijn koffiekoeken gaat kopen? Dat zijn al een beetje je segmenten. Hè? Dat wat je kan zien uit je offline ervaring, uit je offline kennis. En ten tweede, als je dan of online een webshop zou hebben, kan je uit die webanalyse gaan kijken, oké, op welke basis, op welke momenten van de week is het drukste? Wat zijn zo die micromomenten dat maken dat iemand tot bij een patisserie komt? Zijn dat gewoon het moment zondagochtend? Het moment mijn vaste bakker is misschien niet open op dit moment? Is dat het moment verjaardag, feest, wat dan ook? Eigenlijk gaan dat uw verschillende segmenten gaan zijn. Mark, ik ga na het volgende hoofdstuk heel graag verder in op de vragen, maar intussen zouden we ook de tweede poll binnengekregen hebben. Ja, die heb ik. En de meerderheid heeft eigenlijk alle website. Carlien, 65% en 35% niet dus. Helemaal goed. Voor die 65%, ja, kijk zeker eventjes mee in de volgende slides, want we geven graag een aantal tips mee. En voor zij die dat dan nog niet hebben, die kunnen gewoon van de eerste keer het helemaal te goed aanpakken. Want daar begint het eigenlijk mee online, hè. Met een goede website, jouw plekje op het internet, een soort van centrale plek, waar dat al die eventuele promotiekanalen naartoe komen, waar dat de eigenlijke aankoop, where the magic happens, waar de eigenlijke aankoop gebeurt. En dan geef ik graag even het woord aan Mark, want bij Proximus, jullie hebben ook een all-in oplossing om dat uit handen te nemen van de mensen. Inderdaad. Uiteraard hebben we een prachtige oplossing. De Proximus Biz Online website heet die. Voor wie de capaciteit of de tijd niet heeft om zelf een website te bouwen, werken wij samen met een gespecialiseerd bedrijf. En een digitaal expert die zal het met jou bespreken en die maakt eigenlijk helemaal voor u uw website op, in lijn met uw verwachtingen uiteraard. En pas als u 100% tevreden bent, dan gaat die redelijk vlug online. Uiteraard is die website dan ook 100% beveiligd. Ze wordt trouwens gehost hier bij ons in België. En de website zelf is zeer intuïtief, gemakkelijk en snel. Aangepast, ook wel heel belangrijk, voor SEO, Search Engine Optimization uiteraard. En ook voor alle schermen bruikbaar, zowel op laptop als op de smartphone. Het is een totaaloplossing waarbij u zich kunt verder concentreren op uw core business. En we do it for you. Hè. Als u daar verder nog informatie over wil, zou ik zeggen, u kunt alvast eens gaan surfen naar proximus.be/bizonline. Of u kunt contact nemen met een van mijn team members, waar ik over straks nog iets ga vertellen. Carlien?
Helemaal goed. Dank u, Mark. En Mark zegt het al een paar heel belangrijke zaken, hè? SEO, Search Engine Optimization, aangepast voor alle schermen. Dat zijn zeker ook de tips die dat wij graag meegeven. Dus ongeacht welke tool of hoe dat je je website bouwt, er zijn een aantal vaste elementen die echt wel altijd belangrijk zijn. En eentje daarvan is, zorg dat je site duidelijke call to actions heeft. Duidelijke... De tool van jouw site, hè, de aankoop of de reservatie mogelijk maken, dat doel moet eigenlijk visueel en textueel heel erg duidelijk zijn. Duidelijke knoppen, contacteer ons, reserveer vandaag, koop hier of bestel nu, dat soort zaken. Duidelijke call to action, zodat het duidelijk is wat jij wil dat de klant eigenlijk doet en dat zo makkelijk en zo goed mogelijk maken. Op het moment dat mensen hun product overwegen, ze willen een smartwatch kopen, wat zijn nu de voordelen van deze specifieke smartwatch? Jouw USP's, Unique Selling Proposition, Unique Selling Points, uw unieke verkoopsargumenten. Sorry dat je die zeker ook duidelijk meegeeft, want dat kan wel eens het verschil maken tussen mee opgenomen worden in de shortlist en uiteindelijk gekozen worden versus eraan voorbij gaan. Contactgegevens, super belangrijk en ook gewoon belangrijk, ook voor de wet. Hè? Een Europese webshop moet ook wettelijk alle contactgegevens online hebben staan, al heeft toch een aantal, zoals het BTW-nummer bijvoorbeeld. Navigatie, een goede duidelijke menustructuur. Hè? Duidelijk maken, wat kan je hier allemaal vinden? Binnen welke pagina ben je nu? Binnen welke categorie zit je? Voor zij die een webshop hebben, bijvoorbeeld kijken echt, oké, je bent doorgesurfd nu van dameskledij naar accessoires, naar bruine handtassen en ik kan nog back and forth klikken. Dat is ook heel erg belangrijk. En snelle laadtijd, belangrijk zowel voor uw gebruiker, hè? We hebben als gebruiker niet zoveel geduld, maar ook voor de zoekmachines. Hè? Het technische verhaal achter hoog in de zoekresultaten eindigen. Een van de belangrijke criteria in de algoritme is een goede snelle laadtijd hebben. En dat hangt eigenlijk een beetje samen met dat laatste puntje. En dat is denk mobile first. Optimaliseer uw site voor gebruik op dat kleine schermpje op de telefoon. Zorg dat die vingers dat allemaal kunnen vinden, dat mooi herschaalt naar het scherm en dat snel laat. Heel veel mensen gebruiken het netwerk, het 4G-netwerk momenteel, om mobiel te surfen. Dus ja, zowel voor de zoekmachines als voor de gebruikers. Superbelangrijk dat dat goed gaat en dat dat op een snelle manier gaat. Ik zei het al, hè, die call to actions die zijn in functie van uw doelen. Berekend. En het is belangrijk voordat je een site gaat maken en voordat je online strategie gaat aanpakken, dat je op voorhand afvraagt, wanneer ga ik tevreden zijn? Wanneer ben ik eigenlijk blij? Mensen komen soms bij een marketeer en aanvragen die, ik wil meer volgers op Facebook. Maar is dat nu een slimme doelstelling? Is dat een smart doelstelling? Goh, op zich niet, want als ik u tegen het eind van dit jaar 2 volgers meer heb bezorgd, dan zijn we er eigenlijk, hè? Want jij wou gewoon meer volgers. Dus stel jezelf in vraag, heb ik die doelstellingen smart geformuleerd? Zijn die specifiek, zijn die meetbaar, zijn die acceptabel, realistisch en tijdsgebonden? Specifiek, daarover gaat het, hè? Hoeveel extra volgers op Facebook? Meetbaar, ja. Ja, dat kan ik effectief gaan meten uit Facebook. Is dat acceptabel? Ligt dat in lijn met mijn bedrijfsdoelstellingen? Is dat realistisch? Vraag ik bijvoorbeeld niet 12 miljoen meer volgers als mijn doelgroep België is? Want ja, dan is dat gewoon meer dan het aantal inwoners in België. Dat is niet realistisch. En is dat tijdsgebonden? Wil je dat binnen 3 maanden? Wil je dat binnen 6 maanden? Wil je dat binnen een jaar? Dat moet duidelijk gedefinieerd worden. Dus kijk nog even naar de doelstellingen zoals je ze nu voorop had gesteld voor jouw zaak en probeer ze eens allemaal te herschrijven op een manier dat smart is. Want alleen zo ga je weten of dat je tevreden kan zijn en of dat het de moeite loont om te blijven investeren in die kanalen waar dat je mee bezig bent. En opnieuw, hè, die dingen die je gaat kunnen meten, die smart doelstellingen,
Daar krijg je inzichten in en daar kan je je digitale marketing verder verbeteren. Een aantal van die dingen die je effectief kan gaan meten, hoeveel mensen hebben iets gezien? Een video, een banneradvertentie, een story, op een gesponsorde story op een van de social media kanalen. Hoeveel mensen zien dat? Hoeveel mensen liken iets of delen iets of klikken op iets? Dat soort engagement, engagement, dat toont aan ja, dat mensen zich in de denkenfase bevinden. Het aantal effectieve leads, als je een service hebt, het aantal mensen die je effectief gebeld hebben voor tuinwerken of wat dan ook. Dat is je doenfase in het online gebeuren. Het aantal verkopen, ook daar ja, voor zijn met een webshop, dat kan je ook goed gaan meten natuurlijk. Maar ook de omzet dat je daar uiteindelijk uithaalt. Hè? De return on ad spend bijvoorbeeld. Hoeveel heb je eruit gehaald versus hoeveel heb ik erin gestoken qua online marketing. En het aantal terugkerende klanten, die kunnen dan weer een mooie indicatie geven van die houden van fase. Als we dat dan in een model moeten gieten, want we wouden toch uiteindelijk dit uur komen tot een digitale online marketingstrategie, dan is het belangrijk dat je die fases, zien, denken, doen, houden van, dat je die uittekent voor jouw doelgroep. Dat je die opneemt in je marketingplan, daar de juiste kanalen tegenover zet, je boodschap aanpast aan die persona die we hadden, maar ook aan elke fase waarin zo'n persoon zich kan bevinden, en dat je dat gaat meten op de juiste manier. Met slimme doelstellingen. En als ik dan moet zeggen, wat zou ik nu zeggen van, oké, na dit webinar, we gaan eraan beginnen. Wat moeten mijn eerste stappen online zijn? Ga dan zeker in eerste plaats naar die klanten gaan kijken. Hè. Wie zijn mijn potentiële klanten? Hoe gedragen die zich online? Kan ik al iets uit mijn huidige webanalyse halen? Heb ik al een goede website? Duidelijke call to actions, is hem snel? Zitten er de doelstellingen achter? Zijn die USP's duidelijk? En is het allemaal meetbaar? Heb ik dat marketingplan volledig meetbaar gemaakt met smart doelstellingen? En kan ik die ook al meten allemaal? Dan ziet dat geheel van alles wat we nu overlopen hebben er ongeveer zo uit. Ik geef jullie hier heel graag een leeg canvas mee. Je mag er gerust een screenshotje van nemen of een fotootje van maken. Het is een mooi model, een mooie aanzet om aan die marketingstrategie te gaan beginnen. En om zeker niets te vergeten. Alles komt er zo wat in terug. De doelen die dat jouw klant heeft, de doelen die dat jij als bedrijf hebt, de inhoud, het type boodschappen dat je kan gaan plaatsen, op welke kanalen. En dan zie je nog ook wat gaan we meten. En dan staat er nog zo'n marketing afkorting KPIs. En dat zijn de Key Performance Indicators. Wat zijn die meetpunten, die specifieke dingen die ik kan gaan meten om te kijken of ik goed bezig ben, of ik ergens nog kan verbeteren. En dat vul je dan in voor elk van die fases. En daar ligt die dan, jouw online marketingstrategie. Daarmee ben ik door hetgene dat ik eigenlijk met jullie wou bespreken. Maar uiteraard ben ik nog heel erg benieuwd of dat er vragen zijn binnengekomen, Mark. Jazeker. Artiom heeft een vraag. Website is er één, maar of deze leads genereert is een andere vraag. Hoe moet je je website promoten? En hoe creëer je vertrouwen via een digitale manier? Een heel interessante vraag, Mark, en eigenlijk heel wat vragen in één. Hè? Dus ja, leads genereren, dan zitten we in die doenfase. Hè? Dat is uiteindelijk waar dat de conversie, waar dat de eigenlijke omzet voor jouw zaak uitkomt. Het is belangrijk dat dat moment zelf zo goed mogelijk gebouwd is, hè? Dat makkelijk kan op jouw site, dat die verkoop, die aankoop gemakkelijk gemaakt wordt in een veilige omgeving gebeurt. Dus dat mensen daar niet afhaken. Hè? Dat ze niet van die drempels hebben, dat ze zeggen, dat formulier dat duurt mij hier toch te lang. Of amai, die moet mijn rijksregisternummer hebben, waarom is dat eigenlijk nodig? Dat soort zaken, dat doet mensen afhaken in dat moment. Maar als je nu de funnel bekijkt, hè, als je nu bekijkt zien, denken, doen, dan zag je ook dat die vorm eigenlijk van breed naar smal gaat. Dat betekent dat er minder mensen tot aan je doenfase gaan komen dan degene die ooit initieel je merk gezien hebben en de overweging gemaakt hebben. Hè. Je hebt meer mensen die dat iets moeten zien om daar een gedeelte van
iets te doen over wegen, overtuigen, om daar dan een gedeelte van iets te laten kopen. En nog een kleiner gedeelte zijn de heractieve, de actieve bestaande verkopers. Dus in uw marketingstrategie of in uw promotieverhaal is het dan ook belangrijk om te zorgen dat er voldoende volk in die funnel zit die dat al kent en gezien heeft, die dat vertrouwen heeft van uw merk. Voldoende info is over video's, overtuigende blogs enzovoort, die dat alle twijfels wegpakken in die denkenfase, om vervolgens het aantal conversies ook te gaan verhogen. Nog een tweede vraag. Ja, Paul die vraagt, bestaan er ook tools die me helpen om een online marketingplan te maken? Er zijn heel wat tools die allemaal verschillende stukjes daarvan goed kunnen doen. Hè. De analyse tools voor je website, voor social media heb je een heel aantal tools die dat je helpen plannen. Blogs die dat je kan... die je kan gaan inplannen. Je hebt SEO-tools die dat u kunnen helpen bij betere zoekwoorden te gaan definiëren. Je hebt de tools waarin dat je de eigenlijk advertenties maakt, zoals bijvoorbeeld een business manager van Facebook of de business oplossingen van Google Ads enzovoort. Maar om nu zo één tool te zeggen waar dat de overall strategie in zit, daar moet ik u het antwoord even schuldig op blijven. Oké. Misschien nog één vraag. Die komt van Mark. Die gaat even terug naar de slide waar de meetinspanningen op stonden. Stel zich de vraag, wat kan Google Analytics meten? Ja, dus eigenlijk wat Google Analytics meet, zijn alle kliks of alle interacties met eender welke pagina van jouw website of app. Dus eigenlijk, ja, die interpreteert en die meet het moment dat er iemand op je site is gekomen en daar alle inzichten daaruit categoriseert die in 4 grote rapporten. Acquisitie, van waar komen die? Behavior, wat doen die? Gedrag op mijn site. Dus bijvoorbeeld hoeveel verschillende pagina's of hoe lang blijven ze op een pagina enzovoort. Wacht eventjes, hè. Acquisitie, behavior en audience, de doelgroep zelf. Wie zijn dat? Waar wonen die, of waar gebruiken die dat internet, op welk device, is dat op een iOS, Apple device, of op een Android, is dat op een computer, of op een mobile device, dat soort zaken vind je allemaal in audience. Acquisitie, behavior en conversie. Daar kan je doelen instellen, kan je je opvolgen, hoeveel omzet enzovoort er gegenereerd wordt. En als u dat interesseert, dat is meteen ook een interessante om mee te geven. We hebben bij Google Digitaal Atelier ook specifiek over analytics 2 van dit soort webinars, telkens iets minder dan een uurtje. En als je dat interesseert, kan je die agenda raadplegen op g.co/digitaalatelier. Dus 27 onderwerpen in digitale marketing die dat er nog verder op ingaan. Je kan daar ook 1-op-1 coachings met zo'n Google Digitaal Atelier coach of trainer gratis gaan boeken. Die zijn allemaal gratis trouwens, zowel de workshops als de coachings. En als je zoiets hebt van ik ben er helemaal mee weg, dan kan je er ook een gratis online certificaat halen dat jouw basiskennis in digitale marketing aantoont. Dus voilà, dat zeker. Als je zegt van, kijk, het is toch mij iets te veel op mezelf, dan staat Mark en zijn team van BizExperts voor u klaar. Mark, ik laat jou dan nog even verder. Dank je wel, Carleen. Misschien nog aansluitend op de vraag van Mark daarnet, toch vermelden dat in de BizOnline-oplossing die Google Analytics ook inbegrepen is. Dat wou ik even nog bij vermelden. En dan tot slot voor mijn deel dan. Inderdaad, mijn team van regionaal BizExperts, die digitaal adviseurs, die staan er klaar voor jullie. Die staan klaar, die werken exclusief met kleine ondernemingen en zelfstandigen. Ze werken regionaal, dat betekent dus in elke provincie hebben we een aantal die elk een portefeuille beheren in die regio. En die helpen met uw meedenken, die helpen u ideeën en dromen en plannen
ontwerpen, uitwerken en tot ze operationeel zijn, zowel bij bestaande als nieuwe starters uiteraard. Hè. Die komen, ik heb het al gezegd, graag bij u ter plaatse, of u kunt met hen via de videochat communiceren of via de telefoon uiteraard. Ik zou zeggen, surf gerust eens naar onze site, ze staat daar in de presentatie. En dan kun je gewoon de coördinaten van elke regionaal BizExpert daar zien. Zijn gsm-nummer, zijn e-mailadres of meteen een videochat boeken. Ze staan er voor jullie klaar. Dankjewel en dan geef ik graag het woord terug aan u, Carleen. Ja, en ik, voor mij was het verhaal ook zo goed als rond. Dus heel erg bedankt allemaal voor deze tijd vanavond. Ik hoop dat het interessant is geweest en vooral dat jullie aan de slag kunnen met die eerste stappen en met een goede online marketingstrategie. Veel succes ermee en mogelijk tot een volgend Proximus en Google Digitaal Atelier webinar. Fijne avond.